Ja! Ja! Zouden jullie graag naar ons feest willen? Vloggers zijn echt asociaal eigenlijk. Bon. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb lekker geëdit en ik ga nu lekker de auto in, want we gaan gewoon weer sporten. Het is niet normaal, jongens. Het is toch niet normaal? Ik ga gewoon weer sporten. Wat je aan het doen, jongens. Wat zijn we toch lekker gezond bezig. Ik zag trouwens laatst een paar comments van hou je camera een beetje stil. Maar kijk, ik heb nu een stand aangezet waardoor die stabieler is. Dus dan is hij in de body, gaat hij dus al zorgen dat hij rechter blijft, dat hij niet zo trilt. Dus laat maar eventjes weten in de reacties of het fijner kijken is, jongens. Ik ben benieuwd. Het moet niet gekker worden. Ik ben en op tijd en is de tweede dag achter elkaar. Godverdorie zeg. Maar is het dan dat Nick aan het laten? Dat denk ik wel. Ja, ik ben echt mooi op tijd, hè? Ja, zeker. Nou, het is echt bizar. Het is echt, echt uniek. Heb nee, niet. Gisteren nog nieuwe veldhout gekocht. Ja. En? Gaan we naar pizza? Nee. Lekker. Weet je dat ik erover heb gedroomd vannacht? Dat ik heb gedroomd dat ik dus het krasveld open kast en dat we de 26 kade gewonnen. Maar goed, dromen. Dromen zijn belangrijk. Ja. Geef je motivatie om dingen te doen. Je moet blijven dromen. Dankjewel. Weet je wat ook een droom is? En weet je wat de droom is? Ja. Squat inderdaad. Ja, ja. Hey, op, man, met je maan. Ja. Wat ben je aan het doen? Ja, dit is een oude motor van mijn vader. Ik heb een klein man waarschijnlijk gekomen. Dik? Dit is dus de motor van de pa van Niek. En die staat dus nu al hier, heel lang. Ja, mijn vader is dood, dus ik kan niet meer rijden, snap je? Dat is wel een soort van... Dat is wel een probleem. Dat is wel een probleem, ja. En niemand heeft een motor bij ons in de familie. Wat? Moet je dat niet halen dan? Ja, mijn oudzus. Dat is echt een detriment. Huh? Maar start hij nog überhaupt? Ja. We hebben maar gewoon zijn film. Ze gaan dus nu proberen te starten, jongens. Dit wordt wat. Ja, we kunnen wel voor het sound effect kunnen we wel even doen alsof hij gelijk aangaat, weet je wel. Het lijkt alsof hij gelijk ruikt. Oké, okay, dat klinkt niet... Accu is leeg. Motoren zien er wel zo dik uit, jongens. Ik zei ook al een keer, het lijkt me echt vet om een motorrijbewijs te halen, maar... Het is best wel gevaarlijk motorrijden, vind ik zelf. Ja, nu moet even iemand gaan duwen, jongen. Kijk, ja, is goed. Ram, kom. Wie heeft het minste benen getraind vandaag? Sabre. Ga je helemaal op, man. Nee, ik wil eigenlijk aan het beste even draaien, dan zo die kant op. De accu is dus waarschijnlijk leeg, dus ze moeten hem gaan aanduwen, jongens. Dit kan ook toch? Ja. Nou, kom duwen. Gewoon duwen, gassen. Ja! Ja! Ja, hij ging aan! Oh, moet nog een keer. Oh, taai. Oké. 3, 2, 1. Oeh, het scheelt niet. Het scheelt echt heel weinig. Ja, je hoort hem wel. Maar misschien moeten we hem even op deze doen. Geef eens gewoon een beetje gas. Na een paar keer rennen is het gelukt. Hij is aan. Zo, hoor een lekker geluid hoor. De spiegels zijn ook breed, hè? Dat is wel een vet ding. Ik vind hem echt hard, man. Maar eigenlijk moet je het niet verkopen, man. Eigenlijk moet je gewoon je rijbewijs halen. Mijn zus is maar bezig, hè? Mijn auto is chill. Daarom gaan we hem binnenzetten met papa. Maar als iemand een goed bot heeft, dan ga ik hem gewoon verkopen, hoor. Ik kan er wel 2000 euro van vragen, denk ik. Het klinkt echt lekker, man, zo'n motor. Het is wel hard als ik zeg maar zo denk, oh, vette motor. Maar als je echt op de weg gaat rijden, vind ik het ook wel weer... Ja. Zal ik mijn auto even liepen? Wat een vet. Check deze bus trouwens, best wel dik. Het is van een Mercedes 4 Piep bus, lijkt wel. Oh, jezus. Mag Kees? Je wilt ons dood hebben? Ja, doe maar. De motor staat nu aan. Hij kan dus niet goed lekker in zijn versnelling. Want ja, hij is echt heel lang niet gestart. Maar zijn motor klinkt wel echt lekker, jongens. Ik vind de motoren echt vet. Kijk dan, hé. Hey. Hoppa. Hij doet het, jongens. Lekker hier. Hier. Hey, wel een dik ding hoor. Fucking lijf. Dit. Ja, fucking lijf. Sure, at Hollywood. Goedemiddag, geniet ervan. Fijne dag. Dank u. Zie je er netjes uit? Broodjesbezorging. Zie je er altijd zo netjes uit? Altijd, ja, zo opgevoed. Ja. Nou, ben je opgevoed? Ja, koffietje. Of wel mooi. Broodjesservice. Een service, hè? Top. Dit was hopelijk geen 92 euro. 20. Hoeveel? 25. Oh, mooi. Dat ik het lekkerder vind. Ja, zeker. Dit is echt goed.
Broodje kip, jongens, kan er altijd in. Daar zitten we weer. Ik ben onzichtbaar. We zijn weer bezig, jongens. En het wordt dik. Hop, snel filmen. Er staat natuurlijk een naam bij. Er staat een naam bij. Als ik dat film, weten mensen dan wat het is? Ja. Wat heb je verteld? Je hebt verteld dat het een feest is. We hebben wel gezegd dat het een feest is, maar we hebben nog niet gezegd waar. Wel wanneer, voor welke leeftijdsgroep het is. Sorry, ik ben een beetje moe. Ik ben niet enthousiast nu over het feest, maar het is wel echt leuk hoor. Ik ben niet heel erg enthousiast, maar het is wel echt heel erg leuk. Hey, ik ben benieuwd jongens. Ben jij nou tussen de 12 en 16 jaar? Laat eventjes weten, zouden jullie graag naar ons feest willen? Laat maar eventjes weten in de comments. Ja, win tickets. Oeh, dat vind ik ook een goeie. Maar dat gaan we later doen. We kunnen allemaal gekke winactjes doen natuurlijk. Dus dat wordt allemaal leuk. Dat wordt allemaal leuk jongens. Maar ik ga jullie gewoon een beetje op de hoogte van houden. Allemaal. Zo jongens, we zijn weer lekker bezig geweest vandaag. Het is lekker tijd om naar huis te gaan. En dan gaan we thuis. Dag. Daar ging niet jongens. Koen die komt vanavond eten bij ons. Dus dat is leuk. Dat is weer echt hartstikke gezellig jongens. Daar zijn we weer jongens. We zijn weer thuis. Nice, en ik moet weer plassen. Elke keer als ik in de lift sta moet ik plassen. Jongens, ik weet niet wat het is, maar ik... Het is druk. Het is druk. Allemaal... Wat een drukte, hè? Hey. Cor, ik hoor allemaal rare dingen en zo. Ah, ik hoorde Joris schreeuwen. Dus ik weet niet waar... Ben je naar de kapper geweest? Hé. Hey. Wel ziek, hè? Hey. Lijp. Zo, hey, Koen is ook weer gezellig. En wederom ben je weer aan het koken voor ons. Het ziet er wel echt goed uit. Wat? Zijn Toto aan het zetten? Ja, ik ga ook Toto zetten. Zet 300 euro op remote gokken. Thibaut Courtois scoort. Scoort net, denk ik. Wat zou er dan gebeuren? Dan ben je blut. Ja, maar ik bedoel, zou je dan, wat is je kwartiering? Ga je dan echt een keer... Zullen we eens kijken? Het kan niet eens. Nee? De hat-trick niet, maar scoren misschien wel. Kom maar gezellig tussen zitten, jongens. Ja, ik merk het. Ga jij ook doen? Ja, even kijken. Wat ben je dan? Liverpool. Liverpool, Napoli, Burnley wint en beide teams scoren bij Liverpool. Oh, ik vind het ook leuk om te doen, jongens. Nee, je kan niet eens Courtois laten spelen. Dat is warm. Oh nee. Oh, Koen, pannen zijn meestal heet. Ook het water. Oh, ook. Ja, dat ook. Hier, Benzema, het trucje. 300 euro erop. Heb je 10k. Oké. Okay. Let's go. Stel je zou dat doen inderdaad, hè. What the fuck. Kijk jongens, een groot bord. Lekker vol. Veel groenten. Kip. Goed gedaan, Koen. Vloggers zijn echt asociaal eigenlijk, hè. Waarom? Oh, ik begin gewoon opeens te schreeuwen. Zie jij dit? Dat doe je toch niet? De camera aan tafel. Na het eten zijn we lekker voetbal gaan kijken en toen ben ik daarna lekker in mijn bed ingedoken, want ik was weer lekker moe jongens. We hebben weer een dag lekker druk bezig geweest met het event van Niek, Rup en ik. Wat we gaan organiseren, waren we lekker druk mee bezig vandaag. Ik heb lekker gesport, dus het was weer een lekkere dag jongens. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video en ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe vlog. Later!